allemaal zonnepanelen eromheen. En dit zijn warmtepanelen. Dus dat levert ons het badwater, douchewater op. Ja. En als je dan om je heen kijkt. Nou, kijk daar eens. Allemaal grijze, lege daken. En daar gaan mijn handen nou echt van jeuken. Te zorgen dat, dat zoveel mogelijk mensen iets met dat dak gaan doen. De 55-jarige George Onkihong is milieuactivist. Ik zie mezelf wel als activist. Ja, ik bemoei me tegenwoordig graag met alles wat ik vind dat niet goed gaat. Zeker op het gebied van het klimaat. En rechtvaardigheid en dierenwelzijn en groen. En ik ben ook echt bereid om daarvoor mezelf heel zichtbaar te maken. En ook echt bereid om daar alles aan te doen. Ik word er blij van om eigenlijk alles om te kunnen bijdragen aan de samenleving. Dat was een paar jaar geleden wel anders. George was jaren directeur van een groot reclamebureau. Dure auto's, veel vliegen en vlees. Heel veel vlees. Ja, veel verbruiken, veel vliegen op vakantie. Ik had verschillende dure auto's. Ik had een oldtimer die heel erg veel uitstootte. Maar ik had heel veel vlees. De dingen waar en vlees, en met name rundvlees, ben ik achtergekomen, is toch echt wel een van de allerslechtste dingen die je kunt doen voor deze aarde. De omslag komt een paar jaar geleden op een retreat in Zweden. Tijdens een lange wandeling is hij getuige dat jagers een eland neerschieten. En dat raakte me. Ik dacht van, dat is toch erg. Zo'n mooi beest dat wordt neergeschoten. Maar ook korte tijd later dacht ik, ja, wat die jagers hier doen, eigenlijk voel ik daar nog wel iets bij. Hè. Dat is best wel, die gaan er best wel zorgvuldig mee om en die houden daar wel degelijk iets goeds in stand. Terwijl hoe ik zelf leef, door zoveel vlees te eten, ben ik eigenlijk veel slechter en draag ik veel meer bij aan dierenleed en aan klimaatverslechtering. En dat was ook echt het moment dat ik mijn laatste stukje vlees heb gegeten voor de rest van mijn leven. Lijkt het wel alsof je je zonnebril hebt afgezet, want je ziet ineens in alle aspecten van je leven en in alle aspecten van de stad, ja, waar daar allemaal verbetering mogelijk is. En dat, ik voel daar echt veel urgentie bij om daar te proberen aan bij te dragen. George verduurzaamt zijn huis, geeft advies aan buurtbewoners en koopt sinds 6 jaar zijn kleding tweedehands. Die prachtige vervuilende oldtimer die heeft hij niet meer. Die heeft hij verruild voor een kleine, compacte elektrische. Ja, deze accu is 22 kilowattuur. En mijn dak levert 40 kilowattuur per dag op. Dus dat is fijn. We hebben een programma gemaakt voor de dodenherdenking vanavond. Zoals je ziet komen er zo'n 200 man, denk ik, die hier wonen in Nieuwegein. En doen we dodenherdenking. Dus we hebben een mooi programma voor ze samengesteld met 3 sprekers en mooie muziek. George speelt al 30 jaar als drummer in de band Best of 5. Maurice Kater kent George als geen ander. Want als hij eenmaal ergens voor gaat staan, dan doet hij dat met verve. Dus ik ken hem wel als iemand die, als hij ergens zijn tanden inzet, dat hij niet zo snel meer loslaat. En een van die projecten waar George zijn tanden inzet is de musical Save the Earth. Over het leven van Wubbe Ockels. Wat ben jij? Ik speelde de ruimteman. Ik had een rolletje van 1 minuut in de theatershow. Ja, dat is toch een beetje hoe ik het probeer. Hè? Omdat ik heb natuurlijk heel lang reclame en marketing gedaan. Dus ik heb altijd ideeën om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nou, toen heb ik mensen ontmoet en die, die hadden het idee om een musical over Wubbe Ockels te maken. Nou, daar voelde ik meteen een enorm vuurtje in me ontbranden. Dus daar heb ik ze bij geholpen en dat is heel goed gelukt. We hebben een hele mooie musical een jaar lang in de grote theaters van Nederland. Waaronder hier in Den Haag de première in het Zuiderstrandtheater.
Ja, en Hubble Ockels was een prachtige man. Die eigenlijk, dat hoor je vaker bij astronauten, vanaf het moment dat ze in de ruimte zitten en ze zien de aarde van afstand, worden ze bevangen door een enorme wens om te gaan strijden voor het behoud van het klimaat. En daardoor heeft hij heel veel uitvindingen gedaan. En ik zag mijn kans gewoon om heel veel aandacht aan het klimaat te schenken. En dat hebben we ook gedaan. Uit de wereld krijgen van plastic is niet iets wat George in zijn eentje kan. Maar ik weet wel dat hij dolgraag zou willen. Dat denk ik wel. Ja. En ik denk dat hij dat ook oprecht vindt. Ik voel toch vooral echt wel een hele erge noodzaak en een echte urgentie. Dat ik kan gewoon niet anders meer dan eigenlijk de hele dag nadenken over wat kan ik nou nog doen? Wat zouden zinvolle stappen zijn? Ik durf wel te zeggen dat als ik dat niet had gedaan, ja, dat als je wel bewust bent, maar niet al die stappen zet, ja, dat uiteindelijk gewoon niet meer leidt tot een fijn leven.